Dan hij heeft wat pijntjes over zijn hele lichaam. En het resultaat viel ook misschien wel ietsje tegen. Maar oud-Hengeloer Vincent Klaaskaten kijkt desondanks terug op een prachtig WK Ultimate Beach in het Portugese Portimao. Hij woont in Wageningen, werkt in Arnhem en hangt derhalve aan onze Zoom-verbinding. Vincent, goedemiddag. Je deed met jouw Wageningse club WAF of WAF, moet ik zeggen, mee aan het WK voor clubteams, hè? Ja, correct. Zeker waar. En mogen we je feliciteren met een mooie medaille? Of, Nee, helaas niet. Het resultaat... het was ook onze eerste deelname aan een internationaal toernooi. Dus in die zin, misschien waren er ook niet zo heel veel verwachtingen. Het was alleen al mooi om mee te doen. Maar ik had toch zelf ons iets hoger ingeschat. Het is ook een beetje hoe zo'n toernooi gaat. Je moet de juiste wedstrijden winnen. Ja. Dat hebben we helaas op een enkel punt verschil dan niet gedaan. Nou, en dan val je net buiten die winnaarspool en dan... Dus loopt het net een beetje ongelukkig. Zeg. Ja. Zullen we eens verder over hebben hoe dat ging? Want ik geloof dat ook de omstandigheden hier en daar nog wel wat barbaars waren. Maar daar komen we zo op. Misschien eerst even goed om uit te leggen. Hè? Want Ultimate Frisbee... je zult dat ongetwijfeld heel vaak moeten doen. Maar frisbee doen veel mensen op vakantie. Jij maakt er echt een sport van. Wat betekent dat precies? Zeker. Ja, je zegt het zelf al. Dit is de meest voorkomende vraag. Iedereen denkt meteen aan camping... Zijn jullie me even kwijt? Of, Nee, ik zeg alleen sorry dat ik die vraag dan ook weer stel. Maar ja, we moeten toch even helder hebben. Nee, geen enkel probleem. Maar het komt vaak voor. Iedereen denkt aan het camping gooien. Maar het is echt, het wordt gespeeld op een half voetbalveld. Of eigenlijk over de lengte een heel voetbalveld. En door de breedte gaat hij door de helft. En je kan het beste voor je zien als een rugbyveld waar twee van die eindzones in liggen. En in die eindzones, dan moet gescoord worden. En dat doe je door de schijf te vangen in zo'n eindvak. Dus daar komt wel degelijk een hele hoop rennen, intensiteit en mooie worpen bij kijken, zeg maar. Ja, en dat WK in Portugal, wat er nu is, 11 dagen lang. En ik zeg 5 dagen lang, 11 wedstrijden hè, die je hebt gespeeld. Ja. Zeker, dus een heel fysiek intensief programma. Ja, en niet altijd de beste, want in Portugal denk je, lekker zonnetje erbij, maar het was niet altijd heel fijn, hè, geloof ik, qua omstandigheden. Zeker, ze zeggen dan, lekker gaan naar Portugal voor het mooie weer. Nou, we hebben op dinsdag gewoon een goede zomerstorm gehad, hoor. Dus de hele dag regen, fikse wind, wat het frisbee ook niet per se makkelijker maakt. En op een gegeven moment, als je dan helemaal doorweekt bent, dan wordt het ook koud. Dus... dinsdag was even een tegenvaller. De rest van de week hebben we wel mooi weer gehad. We hebben wat foto's. Misschien wel leuk om even met jou doorheen te lopen. Vertel even wat we zien. Even kijken. Ja, nou, hier zien we mijzelf op de lijn. Dit is het moment dat ik als aanvallende partij naar de verdedigende partij signaleer... dat we eigenlijk klaar zijn om aan te vallen. En dan moet de verdedigende partij... de schijf zo ver mogelijk in onze richting werpen, zodat wij van eigenlijk zo ver mogelijk uit onze eigen eindzone onze aanval moeten beginnen. Alright, ja, nee, oké, laten we nog eens, precies. Dit is een actiefoto. Ja, hier, dit is natuurlijk heel typerend voor het strand. Het strand is, zoals iedereen wel weet, gemaakt van zand. Wat een iets zachtere landingsbasis vormt dan het gras waar we normaal op spelen. En dat leidt dus van beide partijen eigenlijk tot heel veel van dit soort spectaculaire acties. Waarbij er maar zoveel mogelijk gedoken wordt om toch nog net wel of niet bij de schijf te komen. En hier zie je dat door een miscommunicatie tussen mij en mijn teamgenoot dan net niet goed uitpakt voor ons. Maar toch in ieder geval van beide kanten volle effort geleverd en goede intensiteit erin. Maar jullie zijn normaal wel gewend dus gewoon om op gras of in een zaal of whatever te spelen. Voor jullie is dan strand ultimate, strand frisbee is wel even een andere tak van sport ook. Ja, zeker waar. Het begint al met op gras speel je 7 tegen 7 in plaats van 5 tegen 5. Wat ook iets met de dimensies van het veld doet. Dus het grasveld is dus de lengte van een voetbalveld. Terwijl het beachveld, dat is 75 meter. Dus dat is ongeveer 3/4 van de lengte van een voetbalveld. En ook in de breedte wordt het wat smaller. Maar ja, op het zand is het ook een stuk zwaarder rennen en bewegingen maken. Dus
dat speelt daar dan een beetje op in. Naast het feit dat je dus met minder personen op het veld staat. Ja. Ja, en in de hal is het veld nog weer kleiner. Want dan ben je gebonden aan gewoon een sporthal. Ja. Hey, hoe werkt dat dan, Vincent? Want met hoeveel teams uit de hele wereld, neem ik zo aan, sta je daar dan op het strand te frisbieren? Want als je dan 11 keer speelt, en welke plek ben je uiteindelijk geëindigd? Ja, wij hadden, er speelden daar 3 divisies. Dus een herendivisie, een damesdivisie en een gemixte divisie. En die telden ongeveer zo'n 40 teams per divisie. Dus 40 herenteams waren er en daar zijn we uiteindelijk 34ste van geworden. Maar dat leidde er toch toe dat al die divisies bij elkaar, dat er bijna 1900 atleten daar op de strandvlakte stonden. En dat er over 20 verschillende velden elke keer gespeeld werd. En dat was toch wel een heel mooi aanzicht om toch ons over het algemeen niet zo bekende sport tot op zo'n groot niveau uitgevoerd te zien worden. Ik kan me voorstellen, ja. Wat zegt het dat jullie überhaupt op zo'n WK staan? Ik weet niet, hoe werkt dat met kwalificaties? Of is dat omdat het zo'n kleine sport is al redelijk snel gebeurd? Het is zeker zo dat omdat we hebben gefocust op een niche binnen de sport. Dus dat is dan het strandaspect. En ook omdat het niet zo'n breed gedekte sport is, is het wel zeker makkelijker om op dit niveau te komen dan bij een sport zoals voetbal, wat natuurlijk echt ontzettend veel gespeeld wordt in een land als Nederland. Nou is het nog steeds wel zo. We hebben vorig jaar gewoon het Nederlands kampioenschap moeten winnen om ons überhaupt te kwalificeren voor dit toernooi. En er wordt op zeer degelijk niveau gefrisbeet in Nederland. Dus het is ook niet zo dat we het nou per se in onze schoot geworpen krijgen of zo. Ja, ja. Hoe lang doe jij het zelf al? Ik frisbee nu voor mijn 8e jaar. Ik heb daarvoor een klein voortraject gehad met een fanatieke gymdocent op de middelbare school. Die het leuk vond om een soort klein teamje bij elkaar te rollen. Dat was nog overigens in Hengelo, het Twickel College. Zo begonnen. En uiteindelijk naast mijn studie in Wageningen dat uitgebreid naar een stuk serieuzer invulling daarvan. Ja, wat heeft je gegrepen dan in het frisbee? Of in het ultimate? Hoe moet ik dat eigenlijk zeggen? Ja. Ja, het Ultimate Frisbee is eigenlijk de officiële naam. Ze beginnen nu met het Ultimate te noemen, maar dat vind ik zelf een beetje gek. Want dan, volgens mij wordt het dan juist een stuk minder hapbaarder voor de doorsnee persoon. Want dan verlies je het frisbee aspect, waar het toch wel redelijk om draait. Ja, wat grijpt mij daaraan? In tegenstelling tot wat mensen misschien in eerste oogopslag denken, het is best wel een intensieve sport. Het is heel veel rennen. Je moet echt een goed uithoudingsvermogen hebben. En er komt best wel wat atletische kwaliteit erbij kijken om het goed te kunnen beoefenen. Dus ook dat duiken, hoogspringen, hand-oogcoördinatie om de schijf op het juiste moment te vangen en te gooien. En dat maakt het gewoon best wel uitdagend. Ik kom zelf van vroeger uit langebaanschaatsen. Dus ik weet prima wat het is om afgemat te worden op trainingskampen en alles eruit te persen. Ik kom nog regelmatig thuis van een competitiedag frisbee, dat ik toch denk van, oh, dit was zwaarder dan dat ik het had tijdens mijn lange baan schaatscarrière, zeg maar. Ja, ja, ja. Het is geen vakantiegevoel tijdens de sport. Nee, zeker niet. En zeker niet als je dan je 11e wedstrijd op een gegeven moment in de benen hebt. Dus was zeker zwaar. Hey, maar je zit bij een studentenclub, hè, eigenlijk, WAF, in Wageningen. Maar je bent zelf geen student meer, toch? Ik ben heel recentelijk afgestudeerd, wel in maart. Dus er zit een soort uitlooptraject bij waarin je nog een aantal jaar kan blijven spelen voor die club, zeg maar. En uiteindelijk zou ik dan wel moeten overstappen of een andere sport moeten gaan doen of wat dan ook. De Nestor van het team. Wat zeg je? De Nestor van het team. Ja, bijna wel, ja. We hebben er nog een paar die ouder zijn. Die geven op dit moment training bij de club. Dus die hebben op die manier een soort van vrijkaart vrijgespeeld om er nog een paar jaar te blijven spelen. Ja. Maar zeker bij de oudere garde in dit team, ja. Ja. Hoe zit dat eigenlijk even in Nederland zelf, hè? Want je speelt in Wageningen. In Twente heb je, geloof ik, de Disc Devils. Moet je het hele land door voor die competities? Is het zo erg? Ja, zeker. Zeker, kijk, we spelen geregeld tegen Maastricht, Groningen en Rotterdam op één dag. Dus je kan je voorstellen dat dat een
nou ja, een hels karwei is om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En de oplossing daarvoor is eigenlijk om, dus in plaats van dat je elk weekend een wedstrijd speelt, speel je 1 keer in de maand 3 wedstrijden en dan op 1 locatie, want dat spaart dan voor alle clubs uiteindelijk reistijd uit. Dat maakt het wel wat intensiever op die ene dag, omdat je wel op gras 3 keer 70 minuten speelt achter elkaar. Ja. Dus dat is dan wel weer de andere zijde. Ja. Zijn dat dan relatief vaak met je studentenverenigingen? Of zijn er ook wel gewoon burgerlijke clubs bij? Ja, er zijn. We maken inderdaad het onderscheid tussen studentenclub en burgerclubs. Wat je veel vaak ziet is dat de studentenclubs, daar komen vaak burgerclubs uit voort. Want ja, studenten die spelen die sport en die willen dat dan ook blijven doen. En op dit moment is er gewoon een meertal aan burgerclubs in Nederland. Omdat het zijn gewoon een aantal specifieke studentensteden, Groningen, Delft, Eindhoven ook nog wel, Wageningen, die dat doen. En Utrecht vanuit studenten opzicht. Maar uiteindelijk zijn er toch ook veel burgerclubs die het nou doen. Wat wel mooi is om te zien. Groeiende sport dus wel. Ja, dat zou ik zeker zeggen. Of dat is in ieder geval de doelstelling. Ik denk ook zeker dat het de potentie heeft om dat te zien. Of om dat te zijn. Ja, want ik neem aan dat zo'n weekje naar Portugal, die intensieve week die je hebt gehad, dat je dat uiteindelijk allemaal uit eigen zakken ook betaalt. Dus niet zo dat er een bond achter staat of iets dergelijks, neem ik aan. Nee, we hebben een kleine vergoeding gehad van het sportcentrum van de universiteit. Maar ja, dat moet dan ook weer gedeeld worden over 12 man. En uiteindelijk ben je redelijk wat geld kwijt om daar te komen, daar te verblijven en eten en alles. En ook het toernooi zelf was niet bijzonder goedkoop. Dat betalen we allemaal zelf. Ja, een weekje vrij nemen, dat soort dingen nog. Ja, ook. Maar meer dan waard geweest, denk ik, als ik het zo een beetje beluister. Ja, absoluut. Het is echt voor de meeste van ons het eerste grote internationale toernooi. We komen uit een redelijk lang traject van meer dan 5 jaar eigenlijk opwerken vanuit de kelderklasse naar het hoogste niveau in Nederland. En dan uiteindelijk kwalificeren voor zo'n toernooi. Dus dat is voor zeker die gasten waar ik al een aantal flinke aantal jaar mee speel. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om dat samen te doen. Volgende doel, staat die al ergens op de kalender? Of hoe kijken jullie daarnaar? Ja, zeker. We hebben ons tijdens het NK dit jaar hebben we ons gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. Dus daar gaan we ook naartoe. Of dat is in ieder geval voorlopig de prognose. Ben je er dan nog bij zelf? Mag het nog? Ja, dat is voor nu is dat nog wel de bedoeling. Ja. Hoe dat allemaal uiteindelijk loopt, dat zien we vanzelf. Vincent Klaaskaarten, dankjewel voor een klein inkijkje in die bijzondere wereld. Die dus blijkbaar steeds groter wordt. En succes met de opmaat naar het EK dan, wie weet. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mocht zijn.